Hallo, hallo mensen. Welkom, welkom bij een nieuwe Assassin's Creed video nummer 5. En we gaan weer heerlijk de stad in om weer dingen te gaan ontdekken. Dus laten we beginnen na het intro. Okay, people, let's go to work. Ik zie wat jij niet ziet. En het zijn twee prachtige mannen in een gele dresscode. Hallo jongens, waar gaan jullie heen? Naar welk feest? Oh, jullie gaan zeker weer naar die meiden loeren. Ha! We gaan eens even kijken, want er is namelijk op het spel zijn er een aantal... Wat is dit nou weer? Waarom geeft dat licht? Ik ga even kijken. Volgens mij kan ik daar opstaan. En kan ik dan... Kan ik daar niet op? Ik kan toch omhoog getakeld worden met zo'n apparaat? Even kijken hoor. Kan ik daar helemaal niks mee? Het glinstert, jongens. Het glinstert. Oké. En SchoenveterNL, die vindt het ook wel dat wij een missie moeten gaan doen. En ik ga even naar het uitroeptekentje. En dat betekent dat we even een stukje moeten gaan lopen. Nou, dat is helemaal niet erg, want het is een ontzettend gedetailleerde, mooie piratenstadje, mag ik het zeker wel noemen. En als we hier kijken, dan zie ik... vijanden staan. Nou ja, de rode dingen zijn vijanden, maar we zouden hier ergens naar boven moeten en dan gok ik op die hoge kerk daar. En dan wil ik eigenlijk al nu naartoe gaan. Even proberen of het lukt. Daar is een vijand, dus die moeten we eigenlijk... Ja, we zitten in verboden terrein. We moeten even die mannen omzeilen. We kunnen hem ook gewoon keihard doden. Nee, hij mag ons niet zien. Oeh, dan gaan we verkeerde kant. Wacht even. We zitten in verkeerd gebied en... Oh, die man, die gaat ons zien. Dat is niet goed. Nee. Oeh! Oké, wat moet... Oh! Oké. Ik heb hem dood. Dat ging heel snel. En hier beneden is in de kistje. Laat ik die even gaan pakken. Want we moeten namelijk wel een beetje collectables gaan zoeken. En collectables zijn die kistjes die we verborgen zijn in de game. Net als dat bladmuziek voor die zeemansliederen. En vroeger had je natuurlijk de vlaggetjes. Maar de vlaggetjes heb ik nog niet gezien. Nou, die man daar is dood. Dus wat we gaan doen is we gaan naar die kerk. En we gaan een plek zien hoe wij het best op die kerk kunnen klimmen. Nou, vanaf deze kant lukt het denk ik niet. Ik kan er wel naartoe sprinten, maar ik denk dat ik op de grond terecht kom. Ja, dat ging dus niet goed. We zoeken een plekje. Ik weet niet of ik daar... Kan ik daar op? Nee, dat is een scheur. Daar kom ik niks mee. Je moet even een plekje zoeken dat je die kerk goed kan beklimmen. Dat kruis, dat denk ik niet. Nee. Vanaf deze kant misschien. Ik zie allemaal struikgewas. En hierboven kan ik misschien wel opkomen. Ja. En dan zou ik eventueel... Oh! Oh, sorry. Dat waren vijanden. Nee, en... Oh. Even wegwezen. Je mag die gasten niet zomaar voor hun voeten lopen. Want dan worden ze boos. En dan is van... dat mag je niet doen. Kijk eens. Ja, nu komen we verder. Nu komen wij verder. Je moet altijd beginstukken zien. En een man, die ziet mij en die vindt dat ik niet op die toren mag klimmen. Oké, hij is weg. Mooi zonnetje, jongens. Moet je kijken, wat een prachtige zon in die game. En ik had Rovi een beetje gameplay laten zien trouwens. En die vond het een hele leuke game. Dus ik ben benieuwd of zij ook het leuk vinden om de gameplay te zien. Ik bedoel, het is natuurlijk wel... Als je de game niet kent, dan is het eigenlijk natuurlijk hartstikke leuk om zoiets te zien. En vooral de graphics zijn zeker de moeite waard. We gaan kijken, kunnen we op het kruis... Ja... Oké, we kunnen niet synchroniseren. Dat moeten we op dat plekje doen, daar wat je ziet. Dat kleine uitsteeksel hier. En dan druk je op synchroniseren. En dan kunnen wij een heel stuk zien over de map. En dan zien wij de gebergtes. En natuurlijk de adelaar, de bekende adelaar. En een groot gedeelte van de stad. Heel groenrijk. Een hele mooie stad zelfs. En we kunnen hier naar beneden toe. En dan belanden wij in een hooibaal. De bekende hooibaal. Bekend van deel 1 natuurlijk. En is altijd gebleven in de games. Prachtige hooibalen. En nu kunnen wij eventjes naar de missie toe. Heb je ook school gehad vandaag? Dat is soms moeizaam. Hè? Examenstijd. En ik zie daar dat we een moordmissie kunnen doen. Maar dat gaan we niet doen. We gaan naar de grote plek. En dat is hier zo bij deze deur. Laten we deze... Mijn heer Walpolen, neem ik aan. Missie start. We gaan volgens mij naar de governor. De governor waar wij een afspraak voor hadden. Mr. Duncan Walpole of England to see the governor. I believe he is expecting me. Sí, señor Walpole. Entre, por favor. Oké, we mogen naar binnen. We gaan ons netjes gedragen. Dank u, mijn heer, dat ik u binnen mag voor deze prachtige stad. En
We zien elkaar volgende keer weer, want dan kom ik je vermoorden. Want ik ben de enige echte Assassin's Creed. En hier staan heel veel bewaking. En ik zie ook een prachtig... Volgens mij is dit echt een verboden gebied. Dus laat ik hier geen gekke dingen doen. En vooral geen kauwgom hier droppen. Want dat vinden hun niet zo leuk. In die tijd had je volgens mij nog ineens kauwgom. Ja, daar gingen ze kauwen op stukjes gras. Net als koeien. Dat was hun kauwgom. En hier zijn ze lekker aan het lamp ploegen. Kom op jongens. Harder werken. Ik heb ook mijn kap afgedaan. Zie je dat? Met mijn staartje in mijn haar. Wel gaaf haar. Een beetje als mij, hè? Klein beetje. Nee, hij heeft het iets korter haar dan mij. Oh, wat was dat? Wat gebeurde daar nou? Oh, nou ja. Maakt niet uit. Oh, dat was hij, joh. Hij zat te schieten. Goedemorgen. Bent u Duncan Walpole? Niet dat ik weet. Oh, hij liegt. I must say, my wife has a terrible eye for description. I'm sorry. My wife. You met her some years ago at the Percy's Masquerade Ball. Ah. Quite. She called you devilishly handsome. Obviously a lie to stoke my jealousy. Julianne, our guest of honor has arrived. Mr. Duncan Walpole. Ah. Julien Ducasse, I hope your conversion to our order is an honest one. I have no love for assassins, but even less for liars. I have not come to disappoint. Up for a bit of sport, Duncan? The old man isn't ready just yet. We gaan leren schieten, denk ik, in de game. Voltooi de schietuitdaging van Woodes Roger. Oké, schiet de doelwitten neer. Nou, dat gaat wel heel makkelijk, denk ik. Ik zou eerst even mijn wapen moeten pakken. Die staat daar, die kant. En laten we eens even flink gaan schieten. OB om te herladen. Herladen gebeurt automatisch. Oké, dat gaat gewoon goed, toch? Neem ik aan. Zo. Hoppakee. We schieten alles neer. Druk op I om de geselecteerde neer te schieten met je pistool. Magnifique. Oké. Was dat goed? Ben ik geslaagd voor het schieten? Kijk uit, joh. In mijn oor. Het is een beetje met de pistool in mijn oor. Oké. Nou, dat was hem, denk ik. Schiet de doelwitten neer. Hebben we nog meer doelwitten dan? Hallo? Doorgaan, uitdaging. Ik wil die uitdaging wel eens proberen, jongens. Een simpele uitdaging. Raak elk doelwit voor deze zandlepel leeg is. Oh jee. Remember, hit every target within the allotted time. Oh, we moeten laden. Dat lukt me niet, hoor. Nee, het lukt me niet. Het lukt me niet. Nee. Kom op. Oh, waarom duurt dat te laden zo lang, joh? Nee, het lukt me niet. Nee, niet mijn... Ik wil inderdaad... Nou, de uitdaging, laat me gaan dan. Dat hele laden duurt 3 uur. Duncan, where are your wrist blades? I've never seen an assassin so ill-equipped. Ah... Damaged, sadly, beyond all repair. Hij komt er wel mooi bovenuit, die gozer. Have your choice. Where did you find all these? I did not find them. I took them. Is a souvenir. Dit wordt even spannend. We moeten hem volgen. Gaan we weer volgen, jongens? Volg je gastheren. Een nieuw doel. Nou. Ik zou ze eigenlijk gewoon even die messen willen uitproberen op hun twee, weet je wel? Dan ben je gewoon overal vanaf. Techniques. Well, we must. We put together a training course in anticipation of your arrival. It would be a shame to leave here without seeing you in action.
Zullen we hem in actie zien? Oké. Okay. Het pistool was dus niet genoeg. Dus we gaan maar gewoon eventjes in actie. Gaan we gewoon even die mensen doden hier. Hé, hey, een kippetje. Have a go. A blade in a crowd is always the simplest. Nothing grandiose. Just quick and clean. Oké, ik moet technieken gaan doen. Beweeg. Oh, de hooibaan moet daar naartoe. Ja. Nou, die kennen we al natuurlijk. Die techniek. Pats. Ja. Die kennen we. Oké, moeten we nog een sluip, verschillende sluipmoorden moeten uitproberen. Ze willen hem in actie zien, dus we moeten even met iets beters komen. En ik denk dat ik op het gebouw moet klimmen. Geruisloos vermoorden. Je kunt ook mensen vermoorden terwijl je bent opgegaan in een groep of als om de hoek. Oké, dus dat betekent dat ze me willen dat ik in die groep sta hier. Inderdaad. Zo, en dan in één keer. Pets! En niemand heeft wat door. Nice. En die... Die laatste? Ja, vanuit de lucht. Ik dacht, ik moet hier gewoon opklimmen. Maar ja, hij deed niks. Laat me even erop klimmen dan. Misschien via de achterkant. Even kijken, hebben ze een ladder gebouwd, die gasten? Oh, nu kan ik wel ineens lopen. Mooi. Oh. Nee, niet in die hooibaal. Ja, juist. En vanaf de lucht. Als een vijand is uitgelicht. Druk op... I, als een vijand is uitgelicht. Bats, dat is hem. Kijk, dan spring je met dat mes en dan pak je hem bij zijn, ja, bij zijn nekvelletje. Even lekker bij zijn nekvelletje. Nou, alsjeblieft, ik heb 4 verschillende sluipmoorden uitgeoefend. Oh, nog meer. Sprint richting vijand, oké. Okay. Ja, die kenden we al. Zijn dat ze? Volg je gasten? Ja, dat zijn ze. Uitdaging. Nou, we doen niet die uitdaging, jongens. We gaan gewoon lekker door. Huppakee. The assassins have trained you well, Duncan. You chose a perfect time to leave them behind. At great risk, I imagine. Betraying the assassins is never good for one's health. Well, neither is drinking liquor, but I am drawn to its dangers all the same. And what is your business here, sir? Are you an associate of the governor's or a pending acquaintance like myself? Mooi kapje. Guns, blades, cannons, grenados. Anything that may kill a man, I am happy to provide. A smuggler of sorts. And how is your wife? Schaduwen zijn mooi in die game. Moet je kijken, een prachtige setting hebben ze gemaakt. Fantastisch. I trust she's well, but I wouldn't know. Heel mooi, heel vet gedaan. I've been in Madagascar some 14 months hunting pirates. It took some work to dislodge the criminals there, but we managed it. In future, I hope to use these same tactics throughout the West Indies. And how did you deal with that kind? Very simply. Most pirates are as ignorant as apes. I merely offer them a choice. Take a pardon and return to England, penniless, but free men. Or be hanged by the neck until dead. Oh. I imagine Nassau would be your next target. Lekker vegen, alles schoon, huppakee. Er is niks te vegen, alles is al schoon. Beetje onnodig werk. Hij moet ook een beetje zijn geld verdienen, die man. En een kooitje hierboven. Wat zit erin? Hallo. Oh, filmpje. Een cutscene. Grandmaster Torres. Mr. Duncan Walpole has arrived. Oh, ik dacht dat er iemand anders aankwam, dat die de echte Duncan was, maar. You were expected 1 week ago. Apologies, Governor. My ship was set upon by pirates. We were scuttled. Oh, hij komt er wel mooi onderuit met zijn praatjes, zeg. Unfortunate. Forgive my caution, but were you able to salvage from these pirates the items you promised me? Yes, sir, I was. Incredible. The assassins have more resources than I had imagined, but not nearly enough to deter us. It is a pleasure to meet you at last, Duncan. You are most welcome. Come, gentlemen, we have much to discuss.
Wauw. Gave missie. Heel apart. Niet heel moeilijk. Een beetje in het begin van het spel, dat merken jullie wel. Such continental company. England, France, Spain, citizens of sad and corrupted empires. But you are Templars now. The secret and true legislators of the world. Please, hold out your hands. Mark and remember our purpose. To guide all wayward souls till they've reached a quiet road. To guide all wayward desire till impassioned hearts. We krijgen een mooie ring om onze handen. To guide all wayward minds. Kom ze maar. To safe and sober thought. Dank u wel. Wat een mooie ring. Let our work now begin. Oké, ik hoor bij de gang, jongens. The council entrusted me with the task of locating in these West Indies a forgotten place our precursors once called the observatory. See here. Look up on these images and connect them to memory. They tell a very old and important story. For two decades now, I have endeavored to locate this observatory. En die bol ligt hier, zie je dat? Op de tafel ligt die ik hem heb gegeven. Kan ik die gewoon meejatten en weggaan? Grant us the power to locate and monitor every man and woman on earth, whatever their location. Only imagine what it would mean to have such a power. With this device, there would be no secrets among men, no lies, no trickery, only justice, pure justice. This is the observatory's promise, and we must take it for our own. Do we know its whereabouts? We will soon, for in our custody is the one man who does. Roberts, once called a sage. It has been 45 years since anyone has seen. Nero heeft te veel tekst in het script. Hou maar op. We are confident he is. The assassin's. Hey, die man ook, die is best wel mooi bekleed, joh. Moet je kijken. Wauw. Indeed they will. But thanks to Duncan and the information he has delivered, the assassins won't be a problem for much longer. All will be made clear tomorrow, gentlemen. When you meet the sage for yourselves. Oh, dan gaan we drinken, jongens. Wat zullen we drinken? 7 dagen lang. Echte piraten drinken. Maar ja, ik ben natuurlijk wel een piraat, maar dat zeggen we niet. We zijn allemaal undercover. Dat is eigenlijk een beetje de second hitman weer. Proost. Missie voltooid, jongens. Voltooi de schietdaging, bestil alle tempeliers. Nou, helaas, ik heb dus geen 100%, maar we gaan gewoon een keer wel die 100% halen. Desnoods doen we een missie opnieuw. En ja, dat was ook wel een hele aparte missie, dit. Ik heb mezelf wel een beetje in een moeilijk circuit gebracht, maar het kan ook wel positief gaan uitlopen nu. Er zijn nu drie mensen op mijn mapkaart, drie punten. En dat zijn adelaars, dat betekent dat drie punten, die kan ik een toren beklimmen en dan kan ik een stuk van de map zien. Maar wat ik begreep van het verhaal is dat ik nu drie assassins moest gaan bestelen of zoiets. Nou, 500R. We krijgen wat koerier. Pak en beroof de koerier. Nevenactiviteiten. We kunnen dat wel even doen. Niet per keep. Hoe heet dat? De koerier. Die loopt daar. Ja, daar loopt hij. Hij rent. Dam 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 dam. Ja, hoppakee. Oh, en die gast vindt dat niet goed. Dam 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 dam. Woehoe. En ik zie een poesie. Hoi poesie. Hallo katje. We rennen even weg van die koerier. Zo. En we zitten nou in een gebied. Wat nog niet gezien is. Het is een nieuw gebied. Zo. En nu even wachten tot ik niet meer wordt gezien. En dan gaan we we gaan het even afsluiten, de video. Ik hoop dat jullie een leuke video-episode vonden. We hebben dus gezien dat Assassin's Creed ook dus meer dan alleen maar zwaardvechten is, maar ook gewoon schieten. En in aflevering 6 gaan we gewoon weer een missie doen. En gaan we nog wat collectables gaan verzamelen. Dat is misschien wel een leuk idee. De missie was vrij groot. Dus we moeten het even bij de missie houden. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doei!